Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 3 maart. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb een beetje een baalmomentje. Want als je de weekvlog van vorige week hebt gezien, heb je kunnen zien dat ik pakketjes had gemaakt voor mijn moeder en Nathalie. Toen heb ik dus een postzegel gekocht via de PostNL app. 2 postzegels. Ik heb de pakketjes gewogen en gekeken van welke postzegel moet ik dan hebben. Die code heb ik opgeschreven en ik heb die pakketjes op de bus gedaan. Nou, ze zijn dus nog niet aangekomen. Nou weet ik dat PostNL momenteel ook wel wat moeite heeft omdat het zo druk is. Dus het kan vertraging oplopen. Mijn moeder brengt de post bij zichzelf en ik heb van haar dus nog niet gehoord. Er zat een pakketje bij. En ik ben dus nu zo bang dat die pakketjes niet aankomen. Dat het niet goed is gegaan met die postzegelcode. En ik heb ook mijn eigen adres niet achterop gezet. Wat super dom is. Dus ze kunnen ook niet terugkomen naar mij. Dus ik heb een beetje stress van gaan die pakketjes wel aankomen. En ik hoop het zo. Maar goed, misschien moet ik morgen gewoon even afwachten en komen ze alsnog aan. Maar ik heb nu even zoiets van, oh, waarom heb ik niet gewoon gisteren bij de supermarkt 4 van die postzegels gehaald. Heb ik die erop geplakt en heb ik gewoon die pakketjes in de brievenbus gedaan. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik hoop dat dit goed komt. Anders was het natuurlijk ook de laatste keer dat ik zo'n code heb gekocht. Maar goed, ik moet het even afwachten. Gisteravond, ik heb gekeken naar Verslaafd. En dit was echt de heftigste aflevering die ik zelf ooit heb gezien. Ik dacht in eerste instantie toen ik het voorstukje zag dat dit om vader en zoon ging. Want ik zag een man en ik hoorde de stem van degene die dus verslaafd was. Die lag in bed en die stem die klonk nog heel jong. Nou, uiteindelijk bleek het om een koppel te gaan. 2 mannen. Er zat wel een leeftijdsverschil hier van 17 jaar. Maar degene die dus verslaafd was, die had nog best wel een jonge stem. Hij was verslaafd aan cocaïne, dus ze hebben op een gegeven moment een interventie gepland met een zwager, de vader en de vriend. Dus ze probeerden die man uit bed te krijgen. Nee, ik kom niet uit bed. En rot op en weet ik veel wat allemaal. Het was allemaal drama. Dus hij wilde gewoon eigenlijk niet meewerken. Die verslavingsdeskundige die is ook naar boven gegaan. Kom dan gewoon eruit, want iedereen wil je helpen. Het is je laatste kans. Nee, het wou allemaal niet. Ewout heeft hem geprobeerd uit bed te krijgen. Toen was het op een gegeven moment ik wil nog een uurtje slapen, want hij kwam uit de nachtdienst. Nou ja, ja, zegt die verslavingsdeskundige, maar ik heb je al een uurtje gegeven. Ja, nee, maar ik wil 3 uur. Ja, zegt hij, dat bedoel ik. Als ik jou een uurtje geef, dan wil je dit meteen meer uren. Nou, uiteindelijk na een poosje kwam hij uit zijn bed. Maar normaal gesproken is het dan ook de bedoeling dat de naaste mensen dus een brief voorlezen. Daar kregen ze niet eens de kans voor, want het was, ja hoor, ik ga gewoon mee. Ik ga meewerken. Dus de familie was natuurlijk heel opgelucht. Hij is naar een kliniek gegaan, maar hij ging maar 31 dagen intern. En wat ik wel eens eerder heb gezien... Hey, muis! Wat ik eerder heb gezien bij dit programma, ja, is dat ze, als ze bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika gaan, dat is ook weer eens gebeurd, dat kan nu natuurlijk niet met corona, dan gaan ze vaak 5 weken. Dus ik vond 31 dagen intern, vond ik best wel kort. Ewout heeft hem een keer opgezocht en nee hoor, het ging allemaal goed en hij voelde zich goed en hij had nu ook echt het besef wat hij de mensen in zijn omgeving had aangedaan en nee. Hij was 90 graden gedraaid. Dus toen heeft de man die de interventies doet, die heeft op een gegeven moment ook nog met de familie gepraat. Ook met de moeder erbij. Die hadden ze niet betrokken bij de interventie, omdat ze bang waren dat ze zou tegen haar zoon zou zeggen dat dat te gebeuren stond. Dat ze ook wel sterk moesten zijn, want dat dit niet de problemen oplost als hij clean zou zijn. Want het probleem was dat hij ook heel veel loog. 31 dagen, hij komt uit die kliniek en het is allemaal fantastisch, het is mooi. Ging met die vriend heel veel leuke dingen doen. Hij zou gaan trouwen, ze zouden een hondje gaan nemen. Dus op een gegeven moment zijn ze aan het wandelen. En Ewout komt naar hun toe en hij zegt van, ben je bereid om een urinetest te doen? Ja hoor, geen probleem, maar ze waren aan het wandelen en er was natuurlijk geen wc. Dus hij moest er eigenlijk gewoon in die duinen, moest hij dus even zijn plasje doen.
Ja, maar het lukt niet. En ik kan niet zo in het openbaar plassen. Ja, zei die vriend nog, denk maar gewoon dat je het op de wc ziet. Nee, het gaat allemaal niet. Uiteindelijk mocht hij dus thuis zijn urine opvangen. En toen kon hij ook weer niet. Toen kon hij ook weer niet naar de wc. En dan denk ik van, ja jongen, drink even wat. Dan komt dat vanzelf op gang. Dus hij had echt een heel klein beetje urine. Ik zal eventjes de stopper ervoor zetten. Want nu zitten ze met z'n allen in de keuken. Ja, is dit genoeg? Nee, er moet wel wat bij. Ja, maar dat komt niet meer. Zo zat hij al. Nou, uiteindelijk hebben ze een heel klein beetje urine getest. En dan komen ze op een gegeven moment komen ze bij elkaar om die test te bespreken. Ja, Ewout zegt, je test is positief. En dat kan niet, want ik heb geen drugs meer gebruikt. En het kon allemaal niet. Ja, toch wel, want je hebt drugs gebruikt. Kom maar, tijger. Ja, tijgertje. Tijger. Hij liep ook direct alweer weg. En nee, en weet ik veel wat allemaal. Toen heeft Ewout hem nog teruggehaald. Die zei ook van, joh, als je hebt gebruikt, het is niet erg, maar geef het eerlijk toe. Ik heb niet gebruikt en hij liep weer weg. Zijn moeder was helemaal overstuur. Hij kwam er thuis niet meer in. En alle foto's gingen de deur uit. Maar uiteindelijk is het dus niet goed gekomen, want hij is het blijven gebruiken. En ja, het is allemaal niet goed afgelopen. De relatie was inmiddels ook over. Dus nee, dat was echt een hele heftige aflevering. Na heb ik het programma van Bo gekeken, maar dat was heel lang geleden al opgenomen in 2019. Dus het is heel gek om naar te kijken, want ze mogen nog handen schudden en zo. Ik ben mijn vlog gaan afmaken. Ik heb mijn artikel nog geschreven gisteravond. De foto's zijn voor vandaag nog niet helemaal af, en die maak ik vanavond even af. En dan kan ik toen heb ik nog even rechts gekeken en toen dikte. Dus op zich een prima avondje. Ik ga nu aan de schoonmaak, daar ga ik jullie bijzetten. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Maar ik ga eerst even een wasje aanzetten, want dat is ook even nodig. Zo, ik ben klaar. Een lekker schoon huis weer. Ik heb nu even van die nieuwe lipsticks op die ik heb gefotografeerd van het weekend. Hij ruikt intens lekker. Ik vind hem ook echt super mooi. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ja, wel heel blij mee. Maar hij heeft ook gewoon echt een heel aangenaam geurtje.
Katten hebben net gegeten. Dat ging niet helemaal van een leien dakje. Want Muis die viel nu het bakje van Tijgertje aan. Dat ben ik van Muis eigenlijk niet gewend. Want hij zat normaal het traagste. Maar blijkbaar heeft hij de laatste tijd meer honger gekregen. Ja, het is gewoon meer voor de lekker. Want ze hebben gewoon de hele dag brokjes. Maar die worden bijna niet gegeten. Dus het huis is lekker schoon. En ik had nu ook een andere dweil gepakt. Dat had ik maandag al gedaan. Ik heb nu zeg maar zo'n dweil die je gewoon moet uitwringen in de emmer. En die moet je dan om zo'n stok heen doen, zeg maar. Dat is zo'n vierkante dweil. En dan de stok, zeg maar, die is heel flexibel. En die moet je daar dus in doen. En die zwengt ook lekker mee. Dus ik heb ook helemaal onder de bank gedweld. Alleen ja, dan komt er dus wel stof mee. Omdat je er met stofzuiger niet helemaal goed bij kunt. Maar die andere, die mop die ik normaal gebruik, die moet even gewassen worden. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vrijdag nog eventjes de witte handdoeken kan wegwassen. De was die er nu in zit is nu aan het centrifugeren. Dus die kan ik dan vanavond ophangen. Maar het is even de vraag of het droog wordt. Maar dan is de wasmand nog niet leeg. Want alle gekleurde was paste er niet eens in. Dus nou ja, goed, het is niet anders. Dus, maar in ieder geval wel lekker weer schoon huis. Lekker nog even gebullet journal. Dus daar heb ik wel van genoten. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb straks gewoon lekker patat. Dus lekker makkelijk. En vanavond, ja, je hebt een nieuw programma met Chantal Jansen, Fred van Leer en Leek over Zadel. Maar dat ga ik even opnemen. Dat kijk ik dan morgenavond even terug. Want je hebt ook Steenrijkstraat Arm en volgens mij nog één keer Hart in Actie. En het is nu 2 weken is het niet geweest omdat er voetbal was. Maar er is vanavond ook voetbal. Alleen niet op SBS 6. Vanavond moet Ajax, de KNVB-beker. Dus die ga ik ook nog wel even erbij zetten op de laptop. Ja, verder moet ik nog even mijn foto's dan helemaal doen voor mijn artikel en het artikel schrijven. Want het is dus gisteravond eventjes niet gelukt omdat ik er nog even een artikeltje tussendoor wilde doen. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik ga sowieso nog even Rex kijken en Dikte. Ik heb nu echt een hele spannende aflevering met Dikte. Dus vanavond is het vervolg. Echt heel veel zin in. Ja, dat is het ook wel. Straks even lekker douchen. En dan is het ook wel weer rond. En dan nog even de was ophangen als die klaar is. En dan heb ik morgen gewoon een rustige dagje. Want morgen kan ik gaan filmen. En daar heb ik wel zin in. Want ja, als dat zo normaal maandag je ding is. En je hebt het nog niet gedaan. Dan heb ik wel echt zin om naar de zaterdag video te gaan opnemen. Ik ga nu relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 4 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel super koud, want het is niet heel warm. Het is ook wat bewolkt buiten en de temperatuur is ook heel anders als de vorige week bijvoorbeeld. Maar goed, we zitten lekker binnen en ja, zo zien de mensen mij niet, lieve schat. Ja, die lipstick ruikt heel lekker, dat weet ik. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen, dan ga ik filmen en dan ga ik daarna even de groenten afhalen en nog even bullet journalen. Dus vandaag heb ik de rustige dag. Dus dat is wel lekker. Het goede nieuws is dat de pakketjes zijn aangekomen, gisteren dus alsnog. Maar die draken die hadden dus niks gezegd. Ik sprak gisteravond met mijn moeder en toen zei ze ja, want ik heb die envelop voor jou gehad. Maar ze hadden nog niet gekeken wat erin zat. Ze wilden ze samen met Nathalie doen. Ik heb er zo over ingezeten. Ik denk, ik verwacht nog wel even een appje van jullie van, joh, ik heb het gehad. Maar ja, hadden ze dus niet aan gedacht. Maar het was dus aangekomen en het viel ook helemaal in de smaak wat erin zat. Dus dat was top. Ik ben niet helemaal blij met mijn haar. Dus dat was allemaal goed gekomen. Dus dan heeft het toch wel gewerkt met zo'n online postzegel. Verder heb ik gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken. Ik vond het niet echt fantastisch. Het was iemand van Ex on the Beach. Ik ken dat programma zelf niet. Maar ik irriteerde me heel erg aan haar. En ik las dat heel veel mensen, andere mensen dat ook deden. Heel veel mensen denken dat het dan gelijk voorkomt uit jaloezie. Nou, dat is bij mij zeker niet het geval. Maar gewoon hoe zij zich gedroeg, dat irriteerde me heel erg. Drama maken om een haar drogen die niet was. Dat soort dingen, ja. Het irriteerde me een beetje. Toen heb ik naar Hart in Actie gekeken. Dat was op zich ook wel een mooie uitzending. Toen ben ik foto's verder gaan bewerken en een artikel gaan schrijven. En ik heb de vlog geüpload en ook even de thumbnail nog gemaakt. Ik heb Rex gekeken en daarna Dikte. Dat was een hele spannende ontknoping. Dus wat dat betreft was het eigenlijk een basic avond. Maar verder ook wel prima.
Dus ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik moet nog wel eventjes een handwasje doen, maar dat kan pas als ik heb gefilmd. Dus ik ga nu gewoon eerst eventjes snel hier stofzuigen, de kattenbakken scheppen en dan ga ik eventjes lekker de video opnemen, want nu is het op zich nog redelijk qua licht. Als het straks alweer wat later wordt, dan wordt het misschien toch wat sneller donker, omdat het een donker dagje is. Dus ik ga nu eerst eventjes dingen doen en dan even video opnemen. Zo, inmiddels klaar met alles. Het ging allemaal niet heel soepeltjes. De katten waren best wel vervelend tijdens het filmen, dus ik moest een paar keer even stoppen. Het was niet fantastisch. Gewoon, ik vond het echt heel vervelend. Zie, nu gaan ze ook weer op de kattenbak. Het is gewoon elke keer als ik aan het filmen begin, moeten hun op die kattenbak kloten. Nou, ik ben er echt een beetje klaar mee. Maar goed, het zal er wel bij horen. Ik weet het ook niet. Ik heb even gebullet journaled. Ik moet zeggen, die keukendoodles zijn moeilijker dan ik dacht. Ik vind het nog steeds wel heel leuk, maar ik vind ze wel moeilijker. Dus het gaat niet van een heel erg leien dakje. Maar goed, ik heb ook al even een voorkantje gemaakt voor maart voor de bullet journal. Althans, daar ben ik een begin mee gaan maken. Dus ja, op zich wel even lekker bezig geweest. Maar ik heb niet zo voldane dag als normaal. Ik weet niet, het voelt niet echt heel fantastisch of zo. De verwarming is wel lekker uit zichzelf aangegaan. Dat vond ik fijn. Even een nieuwe oogcreme gepakt. Die van mij die was op. En ik had gisteravond nog een heel klein beetje. En toen ging ik dus mijn oogcreme aan. Wou ik mijn oogcreme aanbrengen vanmorgen. En toen dacht ik, oh shit. Die is op. Dus ik heb nu de Q10 vitamine C. Dus ja, het is ook weer een andere verpakking. Het is ook anti-rimpel. Nou weet ik niet of ik dat echt nodig heb. Maar oké. Het maakt niet uit op zich. Dus die ga ik nu straks lekker gebruiken. Ik ga daar nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik even dat programma van Chantal Jansen, wat er gisteravond op was met die beauty. Daarna even meester Frank Visser. Ik moet de foto's doen. Wie weet als het allemaal vlot gaat of vast een stukje van de video editen. Maar dan moet ik even kijken. Verder heb ik Dikte en Zonnestad vanavond. Dus op zich een prima avondje. Lekkere planning. Geniet nou ook heel erg van die verwarming die lekker aanstaat. Want ik had het zo koud. En ja, als je nu gewoon lekker je huiskamer binnenloopt, is het gewoon zo lekker warm. Ja, en ik vertik het zelf om de verwarming al heel vroeg aan te zetten. Omdat het nu niet echt meer, ja, niet zo koud meer is als dat het is geweest. Maar dat is wel heel erg lekker. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 5 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen lekker de slaapkamer poetsen, want dat is nodig. Lekker mijn bed verschonen. En normaal kan ik er heel erg naar uitkijken, want dan zou ik morgen kunnen uitslapen. Dat gaat nu morgen niet. Morgen ga ik naar mijn vader. Die komt mij om 10 uur ophalen. En dan gaan we doosjes sjouwen. Die gaat verhuizen, dus dan gaan we even doosjes sjouwen. Dus ja, dat is morgen. Maar ja, in ieder geval even lekker helemaal de slaapkamer weer goed doen. Maar mag ik even stilstaan bij deze nagellak? Want ik heb hem er nu sinds zondag op zitten. En ik heb in deze hand nog geen chips. Nou, dat is echt een wonder voor mij. Ik zou bijna zeggen, klein applausje. Deze hand heeft wel wat chips. Deze. Vanavond haal ik de nagellak er sowieso af. Want morgen met doosjes sjouwen gaat het toch overal chippen. En daar kan ik dan toch niet tegen. Maar ik denk echt dat het door deze topcoat komt die ik heb gebruikt. Dus nou, dat is natuurlijk weer een pluspunt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik had gisteravond weer een situatie. Ik moest meteen nagels weer knippen. En ik ben meteen nagels aan het knippen. Dan knip ik een klein beetje in mijn velletje. En in eerste instantie deed het eigenlijk geen pijn, maar het begon een beetje te bloeden. Dus ik dacht, nou, wel even pleister erop. Want ja, ik wil niet met een bebloede nagel of bebloed
velletje in mijn sok gaan. Want bacteriën, er gaat stof in dat wondje zitten. Dat vind ik gewoon niet hygiënisch. Dus ik heb hem afgeplakt en daarna begint het zeer te doen. Het is toch raar dat je eerst niet echt de pijn voelt. En dat als je hem hebt afgeplakt het zeer gaat doen. En de pleister zat niet te strak, absoluut niet. Dus ik voel het nu nog steeds. Maar goed, dat is wel eens een beetje dom. Nou ja, dat kan gebeuren. Gisteravond heb ik gekeken naar Chantal's Beauty Camper. En dat vond ik echt oprecht heel erg leuk. Dat is met Chantal Jansen, Leko van Zadelhof en Fred van Leer. Ze zijn dan in een roze camper op pad. En dan gaan ze mensen die het nodig hebben, gaan ze zeg maar een kleine make-over geven. En ik vond de resultaten ook echt heel erg mooi. Want je ziet dan ineens hoe iemand zo kan veranderen met een andere kleding aan. De haar anders, make-upje op. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus ja, ik vind dat wel een heel geslaagd programma. Daarna ben ik meester Frank Visser gaan kijken. Het ging weer eens over een boom. Ellendig. Gaat altijd over bomen daar. Nee, dat is niet altijd zo, maar wel vaak. Het gaat wel vaak over bomen, dus dat was weer dat gezeik. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Die heb ik ook al helemaal af. Ik heb zelfs al een stukje van de video geëdit. Dus wat dat betreft heb ik lekker doorgewerkt. Ik heb Dikte gekeken. Wauw, ook weer zo'n spannende aflevering. Ik ben alweer zo benieuwd naar de aflevering van vanavond. Want elke aflevering heeft twee delen. Dus die heb ik vanavond al lekker in. Daarna heb ik Zonnestad gekeken. Dat was ook een hele mooie uitzending. Dus wat dat betreft een prima avondje. Ik ben alleen een boek aan het lezen wat ik een beetje vaag vind. Het is een boek en er stond ook in het begin van het boek. Ja, het is wel aan te raden eerst de andere reeks te lezen. Nou, die reeks die heb ik ook gelezen, maar dat is alweer zo lang geleden dat ik al niet meer helder heb hoe dat precies zat. En het komt bij mij ook even nu niet binnen. Dus, maar goed, hij is bijna uit. En ja, er is nog wel een deel 2 en ik wil wel deel 2 gaan lezen, omdat ik wel wil weten wat het verhaal van dat meisje erachter is. Maar dat raakte me nog niet echt of zo. Maar ja, goed. Ik ga nu eventjes hier stofzuigen, kattenbakken scheppen. Dan ga ik de slaapkamer gereed maken om te poetsen. Ik heb er nu even een handwas in zitten, want Tijgertje die was van de week weer een beetje kroos. En die heeft weer wat dingen ondergeplast. Dus die heb ik er nu in zitten. Ik wil eigenlijk nog even de kussentjes op mijn bed ook wassen. Want die heb ik volgens mij ook heel lang niet gewassen. En ik weet niet of ik ze al eens heb gewassen toen ik hier kwam wonen. Het is eigenlijk ook wel lekker om die ook fris te hebben. Dus dat. Even wat dingen opruimen. En dan gaan we aan de gang. Dus daar ga ik jullie bij zetten. Maar ik ga nu eerst maar even hier stofzuigen. En even zorgen dat de kattenbakken geschept zijn.
ben klaar met alles, maar de camera is leeg. De batterij ging weer sneller dan ik dacht. Alleen ik heb een beetje een nisafoam. Er was heel veel stof, dus de hooikoorts is lekker aanwezig. Maar ik heb lekker alles klaar en dat is fijn. Ik heb lekker een schoon bed. Wat ik alleen heel vervelend vind, is dat er allemaal verenpluisjes komen. Een soort veertjes komen ergens uit. En ik heb het idee dat het uit mijn kussen is, maar nou, dat hoop ik toch niet. Want dat kussen dat heb ik nog niet eens een jaar. En ik merk ook wel, zelfs al heb ik er een extra sloop omheen zitten, dat een kussen toch wel verkleurt. Dus dat vind ik wel een nadeel. Maar zelfs na het schoonmaken zijn de nagels nog mooi. Dus dat is echt apart. Maar goed, het gaat straks dus wel af. Dus ik heb net alles even opgeruimd. Ik heb ook al kleding gepakt voor morgen. Dus dat is ook lekker klaar. Dus ja, eigenlijk wel een fijne middag. Gewoon lekker bezig geweest. Muziekje aan en dan ga je ook gewoon lekker. Die nieuwe dweil, ja, het nieuwe dweil is niet nieuw. Ik had hem al, maar het is wel even wennen. Maar dinsdag wil ik de handdoeken gaan wassen. En dan ga ik ook die dweil mee wassen. Alleen even kijken, want normaal doe ik 60 graden, maar misschien moet die wel op 95. Dus ik moet even kijken. De kussentjes zijn ook gewassen, dus die zitten nu in de machine. Die moeten straks even hier ergens neergelegd worden. Dan heb ik ook weer frisse kussens op bed. Want ik gebruik het kleine kussentje ook altijd als standaardje voor mijn e-reader. Die zet ik er tegenaan en dan kan ik lezen. Dus dat is top. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks douchen en dan eten maken, eten. Vanavond flikken Maastricht, heel veel zin in. En Red Light ga ik kijken. Dan ga ik mijn artikel nog schrijven en mijn video eventjes afmaken en inplannen. En dan nog even dikte kijken en Zonnestad en dan slapen. Want morgen gaat weer vroeg de wekker. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb ook nog even een beetje het omgegooid. Ik heb nu een grote bakje gepakt voor de producten die ik niet fijn vind. En dan heb ik het kleine mandje, heb ik zeg maar met snoertjes, heb ik in mijn nachtkastje gezet. Dus dat is ook wel handig. Maar goed, ik ga nu even lekker relaxen. En ja, ik zie jullie dan sowieso morgen. Ik weet niet wat er morgen kan qua vloggen, maar dat gaan we morgen zien. Morgen wordt in ieder geval sjouwen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemorgen op deze zaterdag, het is 6 maart, het is vroeg, het is 9:30. En ik ga me even klaarmaken. Want mijn vader komt me zo halen, want ik ga vandaag helpen dozen sjouwen. Er moet een badkamer schoongemaakt worden, een kast verplaatst worden en misschien nog gewit. Dus we moeten eventjes kijken hoe en wat. Dus dat is de planning. Alleen ik ben ver uit mijn comfortzone vandaag. Want Nathalie is daar eigenlijk al de hele week aan het helpen. Die komt vandaag niet. Die moet werken. Maar die belde mij gisteren al om een beetje te vertellen wat er gebeuren moest. Toen zei ze van, ja, doe maar een joggingsbroek aan. Of in ieder geval oude kleding, zei ze in eerste instantie. Want ja, het is stoffig en zo. Dus ik zei, ja, ik heb maar een witte broek gepakt. Ik weet dat het niet echt handig is. Maar de broeken die oud zijn... Nou ja, oud, die heb ik zeg maar al heel lang. Meer dan 10 jaar. Daar pas ik inmiddels 3 keer in. Ja, Nathalie zei, ja, doe gewoon een joggingsbroek aan. En in mijn hoofd kan dat niet. Want in een joggingsbroek naar buiten vind ik zo verschrikkelijk. Dat werkt niet voor mij. Ja, ze zegt, ja, boeien, ik loop al de hele week in mijn joggingsbroek. Maar goed, Nathalie zet zich daar misschien iets meer overheen. Die was vroeger ook wel een beetje van de joggingsbroeken. En ik totaal niet. Ja, ik vind een joggingsbroek lekker zitten. S'avonds op de bank. Als je niet meer uit hoeft. Maar om naar hem in naar buiten te gaan vind ik niet echt fantastisch. Maar goed, ik heb het toch maar gedaan. Want anders weet ik het ook niet. Dus dat is punt 1. Maar ik ga wel een gewone broek meenemen. Want ik moet ook nog even naar de supermarkt. Want ik heb eigenlijk niet zo zin om mijn joggingsbroek naar de supermarkt te gaan. Ik weet niet, dat komt zo zonzig over of zo, vind ik ergens. Dus dat. Gisteravond heb ik lekker Flikker Maastricht gekeken. Dat was een hele spannende uitzending ook. Na Red Light. Ik loop wel 1 aflevering achter, want ik ben vorige week pas begonnen met aflevering 1. Maar dat vind ik ook wel een goede serie. Mijn moeder had het er ook op staan. Die zegt, nou, ik vind het maar een vreemde serie. Ik zei, ja, maar jij hebt het ook niet vanaf het begin gezien. Dus... ja, dat is ook anders natuurlijk. Ik hoorde gisteravond schepgeluiden. Net of iemand aan het scheppen was. En het was ook al na 9 uur. En ik heb buiten gekeken. Nou, buiten niet. Door het raam keek ik. En ik dacht, wat is dit? Maar ik kon ook niks zien. Dus ik weet niet waar het vandaan kwam.
Toen ben ik met mijn artikel aan de gang gegaan, die is online gekomen. Video's werden afgemaakt, die staat ook ingepland, die komt straks online. Dus dat betreft goed, lekker dikte gekeken, was ook een hele spannende uitzending. En daarna Zonnestad, en dat was ook heel spannend. Dus ja, dat was een beetje mijn avond. Alleen nu kon ik eigenlijk, ik kon tot 9 uur slapen en 8 uur was ik gewoon al wakker. Toen dacht ik, nee, ik kan nog een uur slapen. Ja, fout. Ik was al wakker en probeerde nog een beetje in te dommelen, maar is ook niet gelukt. Dus toen ben ik gaan sporten en even gedoucht en nu zit ik dus hier. Maar dat is dus de planning voor vandaag. Ik weet niet in hoeverre ik jullie ergens bij kan zetten of wat dan ook. Ik vermoed dat het niet heel veel zal zijn. Maar goed, ik probeer zo nog wel even de kattenbak te scheppen en heel misschien even de stofzuigen als dat lukt. En dan ja, heb ik die zorg ook niet meer. Dus ja, dat gaat vandaag gebeuren. Dus ik ga me eventjes verder klaarmaken en dan ja, ga ik wel even kijken waar ik, wat ik kan filmen vandaag als er iets ja, kan gefilmd worden. Dus ja, ik zie jullie later eventjes. Zo, ik ben dus helemaal klaar. Mijn vader is er nog niet, dus ik ben mooi op tijd. Ik moet alleen zo even mijn schoen aantrekken, maar hij zou bellen als hij erbij zou zijn. Dus ja, ik ben klaar. Het was steeds last van meteen. Die pleister zit er ook nog op. Ik kan er niet vanavond wel af. Maar ik denk, laat me er even opzitten. Want misschien ga ik een beetje stoten met mijn schoenen of zo. Dus ja, dat. En voor mijn broek nog in mijn tas doen. En dan ben ik klaar. Nou, mijn activiteiten, die moet ik ook weer gaan doen. Zeg maar, horloge. Daarom komt straks activiteiten genoeg, vriend. Dus ja, ik ga even de rest van mijn spullen pakken en dan ga ik zo die kant op. Dus ja, eventjes een beetje opladen en dan straks aan de gang. Zo, inmiddels druk bezig met sjouwen. Ik heb even pauze. Ik heb net koffie gehad. En ik doe nu even een sigaretje op het balkon. Ga ik zo de douche doen. We hebben al een kast verplaatst. Die staat al. Maar de lift is momenteel even kapot. Dus we kunnen niet zo heel veel met de dozen. Dus alles moet naar de schuur toe. Maar ik ga zo eerst beginnen met het poetsen van de douche. Maar het is, ja, er wordt hier hard gewerkt, zeg maar. Ook bij de andere huizen omheen. Ik zit nu even lekker hier op het balkonnetje. Gewoon heel gezellig. Dus ja, ik ga even mijn sigaretje doen en dan ga ik zometeen de douche even poetsen. Zo, dit is de douche en die ga ik nu eventjes lekker poetsen. Dus ja, die ga ik even schoonmaken. Intussen zijn ze de lift afmaken, dus helemaal top. Tijd om te poetsen. Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Ja, we hadden een hele tijd hoor. Het is nu 9:50. Ik was volgens mij 7:45, niet zo 7:45 al thuis. Maar ik heb eerst even gauw gedoucht, katten eten gegeven. Toen ben ik weet ik veel gaan spelen. Ik had een 6.6. Dat wilde ik graag even doen. Toen heb ik nog lekker even een warme chocomel gemaakt. Ja. Dat heb ik net lekker op. En ga ik zo even lekker mijn haren kammen. Want er zit een beetje klitten in. We zijn echt super druk geweest. Ik heb de badkamer schoongemaakt. We hebben 4 kasten verplaatst. Dozen gesjouwd. Alleen we hadden een beetje problemen met de lift. Want het bleek dat gisteravond de lift al vast zat. En er waren dus al mensen aan het verhuizen. En die lift die zat dus weer steeds vast. Het leek alsof de lift werd tegengehouden beneden. Dus ja,
Dat was een beetje lastig, dus er moest weer even gebeld worden voor de lift. En dat was uiteindelijk ook gebeurd. Gelukkig was er later geen problemen meer mee, want dat is natuurlijk wel vervelend als je met dozen naar boven moet. Maar goed, dat hebben we allemaal gedaan. Ik heb mijn boodschapjes binnen. Ik heb wat in de vriezer, moest al in de vriezer zitten. Ik moet alleen nog even de groenten in de koelkast leggen, maar ja, die ga ik morgen toch al snijden. Ik heb alleen onwijs droge lippen. Ik heb het al een paar keer ingevet, maar het blijft heel zeer doen. Dan merk ik wel dat ik gisteren gewoon heel veel buiten ben geweest. Dus dat. Ja, was verder eigenlijk een prima dag. Nu wel een beetje op zich, ja, niet heel erg moe, een beetje. Maar ik heb heel erg last van mijn hand. Die heb ik een beetje overbelast. Ik ga zo even lekker mijn handen insmeren. Ik heb heel veel droge plekken. Hier ook een beetje pijn. Dus dat ga ik even doen. Ga ik nog even lekker spelletje doen. Ga ik denk zo nog even een stukje van die documentaire van John van de Heuvel kijken. Ik denk dat dit de laatste is. Even de finale van weet ik veel. Dan ga ik straks nog even alvast een begin maken met de vlog. Nog even wat dingen opruimen. En dan heb ik vanavond nog dikte en zonstad. En dat is het dan ook wel. En dan ja, vind ik het mooi geweest voor vandaag. Misschien even een paar boeken op de e-reader zetten. Want ik had er weer een paar nieuwe binnen. Stap nog eventjes. En dan ja, zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Ik ga even mijn haren kammen. En dan ga ik lekker even verder televisie kijken. En mijn handen even lekker insmeren. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 7 maart. En ik ben een beetje brak. Ik heb een beetje spierpijn. Ik voel mijn rug, ik voel mijn armen, mijn benen. Dat is ook niet zo gek, want ik heb net even mijn stappen bekeken. Van gisteren. Ik zal het jullie even laten zien. Oh, ik kreeg een appje binnen. Lente heeft net een smoothie gedronken met 3 stukken fruit. Ja, Lente kan echt heel goed eten. Want ik hoorde gisteren ook al dat ze zelfs al een patatje heeft gegeten dinsdag. Gewoon 1 patatje hoor. Niet een bakje patat en een stukje van een kipnuggetje, geloof ik. Maar volgens mij staat mijn geluid nog uit. Ja, zie. Want er komt nu een appje binnen. Even erop gereageerd. Maar ik zal even mijn stappen laten zien. En dit heb ik. Wacht even. Waarom laat hij nou mijn stappen? Oh jawel, ik heb er een fotootje van gemaakt. Want die had ik even doorgestuurd in de groepsapp. En dit waren mijn stappen van gisteren. 7111. En als ik eventjes kijk naar het calorieverbruik en zo, heb ik gisteren dit verbruikt. Dus 227 kilocalorieën. Ik heb 13 minuten getraind en ik heb 9 uur gestaan. En er zat natuurlijk ook nog mijn sporten bij. En ik moest straks ook weer sporten. En toen dacht ik, oh, ik zie er zo tegenop. Ik had nu mijn wat zwaardere sportoefeningen. Maar ik heb het wel gewoon gedaan. Want ik wil mezelf dan wel gewoon echt pushen van, je gaat het gewoon doen. Want ik wil het niet overslaan. Dus dat heb ik ook al gedaan. En ja, ik heb eigenlijk vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik geloof dat Ajax heeft gewonnen. Ik heb het niet gezien. Ja, ze hebben gewonnen met 3-1. Dus ik kijk vanavond om 7 uur wel even sport. Want ze speelden om 11:15. En toen lag ik nog in dromenland, kan ik je vertellen. Ik was ook echt heel erg moe. Ik heb op zich wel goed geslapen. Wel wat nachtmerries, maar ik werd op zich wel uitgerust wakker. Dus ik had het nodig. Wat ik altijd wel heb, als ik dan een dag ben weg geweest, dan ga ik de deur uit. En ik ging nu gisteren iets over 10 uur de deur uit. Ik kwam kort vracht binnen ongeveer. En dan zie ik, als ik dan komen we aanrijden en dan zie ik de katten al voor het raam zitten. Zodra de sleutel in het slot gaat lopen, ze ook gelijk in de gang om het te begroeten. En ik heb toch altijd een schuldgevoel naar hun toe dat ik ze zo lang alleen heb gelaten. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen met dieren. En ik weet dat katten heel goed alleen kunnen zijn. Maar ik heb toch altijd een schuldgevoel van, oh, ik heb ze zo lang alleen gelaten. En hoe lang zullen ze nou voor het raam hebben gezeten om te kijken of ik er al aankwam. Ja, dat heb ik gewoon altijd heel erg. En ja, net wat ik zeg, ik weet niet of het herkenbaar is. Het slaat waarschijnlijk ook helemaal nergens op. Maar ik heb toch altijd wel een heel groot schuldgevoel naar hen toe.
Maar goed, ik heb even mijn lippen ingevet, want die deden gisteren zo gigantisch zeer. Ik dacht ook echt dat ik een lippenbalsem in mijn tas had zitten. Ik weet zeker dat ik er één in heb gestopt, maar die kon ik nergens meer vinden. Dus ik heb mijn lip op een gegeven moment maar ingesmeerd met lipstick, want dat had ik wel mee. Maar dat hydrateert natuurlijk niet echt. Ja, heel licht, maar mijn lippen waren zo droog. De lipstick kwam er ook niet mooi op. Dus ja, dat deed wel gigantisch zeer. Daar heb ik gisteravond wel last van gehad. En dus ja, dat was dat. Ik heb gisteravond wel eventjes alvast de vlog tot gisteren geëdit. Dus dat was mooi. Ik heb nog even een stukje van John van den Heuvel gekeken. Die documentaire, ik dacht dat ik de laatste aflevering had, maar dit is al seizoen 2. Volgens mij heb ik nog tot 2 afleveringen nu. Dus dat was ook wel mooi. Daarna ben ik Dikte gaan kijken en Zonnestad. Ook weer van genoten. Wat dat betreft nog wel even een lekker avondje. Dus dat eigenlijk. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik wil even een handwasje doen. Ik had eventjes het topje gepast wat ik had gekocht voor die sport-BH. En ik had dus een S genomen. Ik dacht eigenlijk maar dat ik M kocht. En toen kwam ik bij de auto. Ik dacht, oh, ik heb S genomen. Maar die heb ik even gepast en die zit eigenlijk goed. Dus die kan mooi eventjes in de handwas samen met die twee pyjama's die ik had gehaald. Of die big shirts eigenlijk. Dus die kan ik dan even wassen. Misschien dat het wasje er even af kan. Ik kan die van de week even opvouwen. Ik ga wel even foto's maken. Ik ga de groenten eventjes afhalen. Ik had gisteren even boodschappen gedaan. Ik laat je zo nog even zien wat ik heb gekocht. Maar ik heb, wat ik niet laat zien is de groenten. Ik had broccoli gekocht. En ik had ook nog, hoe heet het, gekocht? Boontjes. En ik had gehakt gekocht. En schnitzels. Maar dat ligt dus al in de koelkast. En een zak patat. Maar die ligt ook al in de vriezer. En aardappelschijfjes die liggen daar ook al. Laat je zo nog even zien wat ik voor de rest heb gehaald. Ik ga wel even stofzuigen, de kattenbakken scheppen. Dus ik ga wel even de groentes voorbereiden en het vlees. Maar verder ga ik niet heel veel aanpakken. Want ik had eigenlijk in mijn hoofd, ik wil eigenlijk even mijn la met mijn oogschaduwpaletten reorganiseren. Maar ik weet niet of ik het ga doen. Ik weet niet of ik de putten voor heb. Dus dan moet ik even kijken. Ik ga eventjes eerst even stofzuigen en dan de kattenbakken scheppen. En dan laat je zo eventjes zien wat ik gisteren verder nog had gekocht aan boodschapjes. Zo, even stofgezogen. Ik heb ook al de kattenbakken geschept, dus dat is top. Ik loop even naar de keuken, want ik heb hier de boodschapjes staan. Kom. Ik had allereerst van mijn vader nog 2 pannen meegekregen. Ik ga even zo zitten. Ik heb hier een wokpan met deksel. Hun gaan nu koken op inductie, dus hun kunnen dit niet meer gebruiken. Dus ik heb een stilpannetje voor jus ook, zeg maar. Dat is altijd wel handig. En ik heb dus een wok. Kijk. Dus met een deksel. Dus die ga ik zo ook even in de kast werpen, want ik had eigenlijk ook nog een wok. Dat is nog even top, dus die ga ik eventjes hier neerzetten. En dan kan ik die zo even in de kast doen. Ik zal hier even een beetje opruimen. Laat ik je nog even de overige boodschapjes zien die hier nog in de tas zitten. Ik heb allereerst een chips. Ik was even bij Albert Heijn geweest. Ik heb ook een tasje gekocht, want ik had geen boodschappentas mee. Maar ik heb rippelchipjes. Ik heb eventjes een pot Jack gekocht. Marlboro heeft nieuwe potten, die zijn dus nu ook zwart. Ik was ook nog even bij Lidl. Daar heb ik eventjes kattenvoer meegebracht. En ik heb daar nog iets anders gekocht. En dat laat ik je zo nog even zien. Verder heb ik nog handzeep meegebracht. Dit is met Care. Ruikt heel lekker. Een beetje een soort appeltjes geurtje zit erin. Bij Lidl nam ik nog een handcrempje mee. Een SOS concentrerende handcream. Daar hoorde ik goede verhalen over. Daar was ik heel benieuwd naar. Dan heb ik hier nog nootmuskaat, die voor mij was op. Ik heb nog 2 Apple Bandits. En ik heb hier nog allesreiger. Met een flevrespracon met bloemen en fruit. Die heel lekker ruikt die ook. Dus dat was alles wat hier nog in zat. Heb ik nog? Nee, dat zijn dubbele dingen. Dan loop ik nu eventjes... Oh, Mickey, doe nou eventjes niet. Kom. Maar ze gaat het zo opruimen. Maar anders, kijk, nou zit je alweer vast. Die gaat weer in dat tasje. Dan zit ze weer vast. Ik zal even laten zien wat ik nou nog had gekocht bij Lidl. Ze wilde ik heel graag hebben. Namelijk een
gaat niet echt soepeltjes vandaag. Make-up koffertje. Kijk, heel mooi koffertje. Die kun je dus gewoon zo open doen. En dan, kijk, kan je hier dus make-up in kwijt. Of sieraden, wat je wilt. Maar ik wil voor make-up. Dus die heb ik ook nog even gekocht. Ik hoorde alleen nu gisteren al van mijn vader dat ze... hun hebben al een paar keer gebruik gemaakt van het click and collect bij de Action. En toen hoorde ik gisteren zeggen van ja, volgens mij kan het niet meer. Tenminste niet bij jullie in de woonplaats. Dus ik zei, hé, dat meen je toch niet? Ja, zeggen ze, omdat je nu dus ook daar kunt gaan shoppen bij de Action. Ik zeg, oh, dat meen je niet. Ik zeg, ik wilde net een bestelling gaan plaatsen. Dat had ik met mijn coach afgesproken. We zouden in eerste instantie eventjes ook de persconferentie afwachten. Die schijnt morgenavond te zijn in plaats van dinsdag. Maar we hadden al zoiets van, nou, ik denk niet dat het open gaat. Dan zouden we even een bestelling plaatsen. Proberen die donderdag op te halen. Ja, omdat ze nu ook dat 10 minuten shoppen aanbieden, wordt het click and collect alweer minder. Ja, daar baal ik van, want ik wil daar geen gebruik van maken van de 10 minuten shoppen. Dat heb ik van de week ook al gezegd. Ik vind dat veel te kort. Dus als ik gewoon even naar een winkel toe moet, wil ik wel even de tijd hebben. En dat red je gewoon niet in 10 minuten. Dan moet je ten eerste je Action helemaal goed uit je hoofd kennen. Ten tweede, je moet echt een paar dingen nodig hebben. Je moet gaan vliegen, rennen. Het voelt een beetje als 1 minuut gratis shoppen. Alleen je hebt nu 10 minuten en je moet erop betalen. Maar ik heb wel eens van die beelden op tv gezien. Als ze 1 minuut gratis mogen winkelen, dat er van alles weet je wel doorheen gaat. Dus daar baalde ik een beetje van. Want ja, dat is voor mij gewoon veel te stressvol. En ik las al van heel veel mensen dat ze zeiden, ja, dat ga ik gewoon niet doen, 10 minuten winkelen. En er zijn ook heel veel mensen die er al wel gebruik van hebben gemaakt. Maar ik vind aan de ene kant blijft dan ook gewoon click and collect in volledig assortiment aanbieden. Want er zijn ook mensen die er geen gebruik van kunnen maken of willen maken met dat shoppen. Maar goed, ik ga de groentes afhalen. Laat ik je straks nog even zien wat ik ga fotograferen. Dus en even wat opruimen nog. Zo, ik heb even wat spullen gepakt. Ik heb hier allereerst een duo contouring en highlighting stick van Catrice die ik ga fotograferen. Dan heb ik hier een primer van Essence, de Hydrating and Skin Refreshing Primer. En ik heb hier een Romance Palette van W7. Dus hier ga ik even foto's van maken. Het ging allemaal niet zo soepel. Ik heb nu wel de groentes en het vlees af. Maar mijn schoenenrekje kwam naar beneden zijn. Dus die moest ik weer eventjes opnieuw doen. Maar ik ga met de tijd toch iets anders bedenken voor mijn schoenen, want dit werkt niet. Dus dat was eigenlijk een beetje een miskoop. Maar goed, dat komt met de tijd wel. Als de winkels weer open zijn, dan ga ik even kijken voor iets anders voor de schoenen. Maar ik baalde er wel even van, want dat heeft me weer wat tijd gekost. Ik had eigenlijk niet zo heel veel zin om het te doen. De handwas die draait in ieder geval en nu ga ik even foto's maken. Zo, ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik heb de foto's zijn klaar. Ik heb nog even het suikerbordje bijgevuld. Even afval opgeruimd. Ik heb eventjes wat... wat opvouwbare tasjes heb ik teruggestopt op de plek waar ze horen. Boodschappen opgeruimd. Ja, dat even met het schoenenrek was eventjes zwaar vervelend. Eventjes weer het kattenmandje opgehangen. Ik heb zelf mijn potje gevuld met paaseitjes. Dus die had ik van de week even afgewassen. Dus daar konden nu lekker de paaseitjes in. De handwas die heb ik opgehangen, die hangt daar. Er is zelfs al wat was weg. Alleen de achterste was, die droogt nooit zo goed, dus die moet altijd wat langer. Deze hele berg moet ik nog opruimen, maar ik had geen put meer. Ik was er klaar mee. Ik heb nog wat sokken opgeruimd, maar ik denk de rest komt van de week wel. Want ik ben het zat. Ik heb meer gedaan dan ik eigenlijk van plan was. Ja, dat kwam nu even door dat schoenenrek natuurlijk. Ik heb alleen kwam erachter dat ik alleen vergeten ben boter te kopen. Dus ik ga even kijken. Volgens mij is het gehakt of zo. Ik kan volgens mij ook wel in de airfryer. Dus dat wil ik morgen eens eventjes naar gaan kijken. Want je kunt er zoveel in klaarmaken. Maar goed, dat is weer een zorg voor morgen. Ik ga de schnitzels ook in de airfryer doen. Dus eigenlijk prima. Ik ga vanavond mijn nagels weer eventjes lakken. Verder heb je weer postcode loterij miljoenenjacht. Vond ik altijd wel leuk. Ik heb vorig seizoen niet gekeken, want toen kwam het tegelijk met weet ik veel. Maar vanavond begint het weer, dus dat ga ik lekker kijken. Daarna ga ik Wie van de Drie kijken, komt een nieuw seizoen van. Ik heb nog één keer Rex, want dat is, er komt nog één aflevering, dan is het klaar. Ga ik Dikte kijken en ik ga de foto's bewerken.
En ik heb nog een persbericht staan dat klaar moet. Ik moet nog wat dingen doormailen. Dus wat dat betreft wordt het nog een, op zich een relaxed avondje met wat dingen die ik moet doen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu in ieder geval nog eventjes ik had een nieuwe zeep gepakt om mezelf mee te wassen. Die ga ik even neerzetten. Nagellakje berg ik even op. En dan ga ik even lekker de bank op. Want ben eventjes op voor nu. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want het is nu niks meer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 8 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik kom net van buiten. Ik heb even mijn vuilnis weggebracht. Was ik wel echt nodig, want de vuilnis ook rook. En ik had nog wat pakken die erbij in konden. Gisteren heb ik mijn pak sap opgemaakt. Ik had vorige maand, misschien januari al, dat weet ik niet eens meer. Had ik van die appelsap gekocht bij Lidl. Het XXL, dus 2 liter. Maar ik had al heel snel dat pak gesloopt. Want het was dus zo'n verpakkingetje die met zo'n lipje die je open moest klikken. Kon je je pak weer afsluiten. Het lipje wou niet open, dus ik ben een beetje hardhandig bezig geweest. Dus uiteindelijk had ik het hele pak gesloopt. Althans, hij kon niet meer dicht. En dan duurt het best wel lang voordat je 2 liter pak op hebt in je eentje. Maar goed, die was dus nu op. Was ik ook wel blij mee, want het pak pikte heel erg. Dus ik was er ook wel klaar mee. Dus die heb ik in ieder geval even weggebracht. Ik heb even getinte lippenbalsem op vandaag, want ik heb nog steeds heel erg last van mijn droge lippen. Dus ik dacht, nou, ik heb toch een kleurtje, maar ook verzorging. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Ik vind het echt een heel erg leuk kleurtje. Het is deze van Catrice. Dit is de 10 Rollywood Hills. Nee, Rosywood Hills. Ja, het is zo klein. Ik kan het bijna niet lezen. Maar ik vind hem heel erg leuk. Dus dat heb ik lekker gedaan. Ik heb Miljoenenjacht gekeken. Was ook erg leuk. Ik vond het ook wel leuk. De kandidaat was niet zo heel hebzuchtig. Want ze had op een gegeven moment een heel mooi bod. En er was echt nog wel kans om hem... om het bedrag hoger te maken, maar ze besloten toch om te stoppen. Uiteindelijk dan moeten ze het spel dus wel even uitspelen. Ze had inderdaad nog wel meer geld eruit kunnen halen, maar ik vond het ook wel tof dat ze gewoon zei van nou, ik vind het zo'n mooi bedrag. Je hebt soms ook mensen erbij zitten, dan gaan ze maar door en dan gaan ze maar door. En oké, ze hebben echt heel veel geld, maar dan is de kans dat je dan echt denkt van stop, stop. Want de kans is zo groot dat je nu zoveel geld gaat verliezen en dan gaan ze gewoon door. En ja, dat is ook wel een beetje het risico. Het maakt het ook alweer spannend, maar... ik vond het wel tof. Toen heb ik Wie van de 3 gekeken. Was ook wel leuk. En foto's gaan bewerken. Heb ik even Rex gekeken en Dikte. Dat was de laatste aflevering van seizoen 2. Ik heb nog 1 seizoen en dan is het klaar. Dus wat dat betreft was het wel een lekkere avond. En ook wel relaxed. Ik had mijn schnitzels in de airfryer gedaan. Dat heb ik ook bewust gedaan. Want ik heb niet zo heel veel bakboter meer. En... ja, dat viel dit keer een beetje tegen. Ik vind het normaal, die schnitzels, weet je, van de Aldi of die XXL die ze soms bij Lidl hebben, die gaan hartstikke goed in de airfryer. Maar de gewone vind ik een beetje tegenvallen. Dat zou ik niet zo heel snel weer doen. Maar normaal gesproken heb ik eigenlijk altijd die grote. Dus dat. Nee, verder ook eigenlijk niet heel veel meer gebeurd. Nee. Er was net nog wel iets wat ik wilde zeggen en ik ben het even kwijt. Oh ja, over de bakboter. Ik heb nog bij het vak gestaan, alleen ze waren daar aan het bijvullen. En dat vind ik nu zo stressvol met corona. Dan moet je weer gaan vragen, zou ik er even bij mogen? En ik weet dat ze met gewoon echt wel aan de kant gaan. Als je het gewoon netjes vraagt, gaan ze ook gewoon. Is het ook helemaal geen probleem, maar ik dacht ook, red het nog wel. Maar het wordt wel een beetje krap, maar goed. Ik ga zo een video opnemen voor zaterdag. Ik ga zo eerst ook even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik daarna even lekker bullet journalen. Nu is het allemaal weer een beetje normaal. Vorige week moest ik natuurlijk aan de schoonmaak. Dus ik vind het ook wel lekker dat ik nu de maandag weer lekker rustig kan opstarten. Want ik heb dat toch ergens best wel gemist. Ik had wel een beetje hoofdpijn, dus ik heb er ook al een aspirintje in zitten. Maar ik vind het ook wel heel lekker dat ik nu morgen niet naar het UWV toe hoef en dat soort dingen. Ik moet nog wel een paar mailtjes doen, dat moet ik vanavond even doen. En dan, ja. Nu ga ik gewoon eerst even lekker stofzuigen, kattenbakken scheppen, zit er nu net weer eentje op. En dan ga ik eerst eventjes filmen en nog even lekker bullet journalen. Daar zet ik jullie dan bij. Dus ik ga eventjes wat doen. Zo, de video staat er inmiddels op. Ik zet alles even terug. Ja, ik heb hier tijgertje die zit aan een paletje te likken. Want er zitten allemaal glittertjes op. Dat vinden ze blijkbaar fantastisch. Waterproducten kan ik al terugstoppen. De oogschaduwpaletten alleen niet. Dus ik ga het even een klein beetje opruimen. Dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik lekker bullet journalen. Dan kunnen de nieuwe producten weer in het bakje. Dus dat ga ik nu eventjes doen.
Dus ja, dan is dat in ieder geval ook weer allemaal netjes opgeruimd. Lekker opgeruimd. Ik ben even lekker bezig geweest, maar ik had al chips op mijn nagels. Dus het is niet echt een fantastische nagellak wat dat betreft. Ik had hier al een chip, die heb ik nu net bijgewerkt. En hier zo. Dus nou, ik hoop dat het... Nee, ik zie nog een chip. Ik doe zo al even een heel nieuw laagje op. Dus dat was niet helemaal fantastisch. Ik heb het nu ook echt ijs en ijskoud. Het lijkt wel of mijn lichaam bevroren is. Dus ik verlang nu al straks naar mijn lekkere warme douche. De katten hebben net gegeten. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen dus. Eten koken, persconferentie kijken. Goede tijden kijken. En uitstel van executie en daarna de meilandjes. Ik moet even mijn artikel schrijven en ik moet nog even een persbericht van morgen klaarzetten. Dus dat is het ook niet heel veel werk vanavond. Vanavond ga ik wel kijken naar Dikte en dan ga ik daarna eventjes Red Light, die aflevering kijken die ik achterloop. Dan loop ik voor vrijdag weer gelijk. Dus dat wil ik even doen. Ja, verder eigenlijk niet heel veel op de planning. Straks eventjes nog even bedenken waar ik het gehakt nou in wil gaan doen. Ik denk toch maar gewoon in de pan, desnoods met wat olie en dan niet in de airfryer. Want dat kan wel, maar ik weet ook allemaal niet zo goed. Volgens mij heb je er ook weer wat extra elementen voor nodig. En die heeft mijn airfryer niet. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. En ja, verder dus een rustige avond. En even warm worden, want ik heb het zo koud. Ik heb wel mijn iPad op de oplader liggen. Want die had toen ik ging slapen opgeladen moeten worden. En dat was ik vergeten, dus dat was niet zo slim. Maar goed, op zich, ja, ik merk nu gewoon dat ik het heel erg koud heb, omdat ik ook niet heel productief ben geweest. Ja, video opgenomen en even wat creativiteit, maar dat was het natuurlijk ook. Dus, nou ja, ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen, want ik ben echt een beetje op nu. Ik ben mentaal en lichamelijk een beetje moe, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag, het is alweer 9 maart. Ik ben klaargemaakt en ik heb een chipje op mijn nagel. Ik weet niet of hij hem echt scherp stelt. Maar deze nagellak is gewoon niet heel goed dus. Want ik heb dus gisteren heb ik me ook al een paar keer bijgewerkt in nagels. En ik heb dus nu weer een chip. En ik had weer diezelfde topcoat gebruikt. En het verschilde dus wel echt per nagellak. Maar goed, ik denk ook als je echt perfecte nagels wil hebben voor 2 weken of zo. Dan moet je denk ik gewoon naar een salon gaan. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar ik denk dat het dan wel echt professioneel gebeurt. En ik ben natuurlijk ook geen professionele nagellakker. Maar goed... dat hoort er een beetje bij. Ik heb nog een tip van Flip voor jullie. En ik ben al Flip. Ik vertel jullie gisteren dat ik mijn bakpoten niet had gekocht. En dat ik dus een beetje in het dubio zat dat ik tekort kwam.
Nou, toen ging ik gehakt. Ging ik eten. Maar bij gehaktballen moet je gewoon echt wel een lekkere laag boter in je pan doen. Om ze lekker bruin te maken. En dat het gewoon lekker gaar wordt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ze in de airfryer gestopt. Ik heb echt nu al jaren een airfryer. En ik heb altijd al een airfryer gehad toen we nog samen woonden. Nou, toen de relatie uitging, toen heeft mijn ex die airfryer meegenomen. Hij had die betaald. Toen heb ik eigenlijk al vrij snel, toen het mogelijk was, een airfryer voor mezelf gekocht. Maar ik was er eigenlijk nog niet zo heel experimenteel in. Want ik deed er eigenlijk voornamelijk gewoon mijn patat, mijn snacks in en mijn aardappelproducten. Maar nu sinds kort doe ik er dan ook de schnitzels in. Moet ik er dan wel bij zeggen dat ik die van de Aldi het beste vind. Toen dacht ik, ik ga mijn gehaktballen in de airfryer doen. En ik laat je even het resultaat zien. Want ik heb even een foto. Hier zit trouwens jus bij. Maar zo kwamen ze eruit. Zo zagen ze eruit. Kijk eens hoe mooi gaar. Lekker bruin korstje erop. En ze waren heerlijk. En ook de kruiden blijft gewoon goed op smaak. Ik gebruik daarvoor deze app. Dit is de Airfryer Baktijden app. Ga je scherp stellen of is dit te moeilijk voor je? Ik geloof dat het te moeilijk voor hem is. Wacht. Hij ziet er zo uit. Kijk. Zo, en dan kun je zeg maar gewoon gaan zoeken. Ja, dit stelt hij dus. Oh, daar is hij. Dan kun je hier gaan zoeken op wat je wilt maken. En dan typ je bijvoorbeeld gehaktballen in. En dan moet je... Ik geloof dat het eerst 7 minuten was op 200 graden. En daarna nog 5 minuten op 160 graden. Nou, ze waren echt fantastisch. Ik ga het vaker doen. Mocht je een airfryer hebben en er ook nog niet zo experimenteel in zijn, zou ik zeker zeggen, ga het eens proberen. Want het was echt heerlijk. Nou ja, gisteravond de persconferentie. Ik vond het allemaal een beetje vaagjes. Ik ben er niet heel veel wijs uit geworden. Maar dat kwam ook wel omdat er gewoon al heel veel bekend was. Ik geloof dat je nu weer wat meer mag sporten. Ook voor mensen boven de 27 en kindjes mogen weer zwemles hebben, geloof ik. Maar voor de rest blijft alles gewoon verlengd tot 3 weken nog. Dus we gaan het wel weer meemaken. Ik vond hem niet heel interessant of zo. Verder heb ik gisteravond uitstel van executie gekeken. Ik heb het nog niet helemaal afgezien, maar dat was ook wel een unicum. Want er was nu een mevrouw die kon in haar huis blijven. Ik krijg net een appje binnen van Nathalie. En ik weet dus niet hoe dit precies gaat aflopen en of zij nu schuldenvrij is. Dat moet ik nog even zien. Maar goed. Dat was wel mooi. Daarna ben ik de Meilandjes gaan kijken. En dat was ook echt weer heel erg leuk. Ik heb er zitten lachen op de bank. Daar heb ik weer van genoten. Ik ben mijn blogbericht gaan schrijven. En ik heb een persbericht online gezet. Die staat inmiddels online. Dat is een limited editie van Catrice. En die is echt heel erg leuk. Want ik ga het even laten zien. Ze gaan van deze fantastische concealer gaan ze nu minis uitbrengen. Die komen in juni. Dat is dus een limited editie. En er komen dus kleine variantjes van 10 milliliter voor in je tas om mee te nemen. Dus echt heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ga hem zeker kopen als hij er is. Want ik vind het zo'n fijne foundation. Dus die heb ik eventjes afgemaakt. Die staat dan online. Daarna ben ik Dikte gaan kijken. Dat was zo'n spannende aflevering. Want ik ben nu bij seizoen 3 begonnen. En inmiddels is Dikte getrouwd. Maar nu is haar man. Die werd gegijzeld in Syrië. En nu eindigde dus dat de rechercheur zegt dat haar man dood is. Maar ik vraag me af of het echt haar man dood is. Of dat ze het verward is met iemand anders. Dus dat ga ik vanavond zien. Daarna heb ik Red Light gekeken. Want ik liep dan 1 aflevering achter. Dus ik heb aflevering 3 gekeken. Ook dat vind ik echt een fantastische serie. Ik weet niet of jullie ook naar deze serie kijken. Of jullie hem ook zo fantastisch vinden. Maar ik vind hem echt geweldig. Ik vind het weer een dikke aanrader. Ik ga nu zo eventjes lekker een was aanzetten. Ik ga de kattenbakken even legen. Lekker schoonmaken. En dan ga ik daarna even mijn douche helemaal met de tegeltjes ook van boven naar beneden. Want ik heb dat nu zaterdag natuurlijk gedaan bij mijn vader. En toen dacht ik, oh, dat moet ik bij mezelf ook echt weer eens eventjes doen. Dus dat ga ik ook even doen. En dan ga ik jullie even erbij zetten als ik even mijn wasje ga opvouwen. Want dan kan ik gewoon eventjes snel er doorheen allemaal. Dus dat is de planning. Had ik verder nog iets te melden? Ik schoot me net iets te binnen, maar dat ben ik eventjes vergeten. Oh ja, ik ben nu pas weer een beetje aan het bijtrekken van zaterdag. Ik begin nu weer een beetje fitter te worden, dus dat is wel fijn. Dus het heeft altijd wel even een paar dagen nodig om bij te trekken. Nou ja, zaterdag ben ik weer vroeg uit de veren, want dan moet ik weer
gaan we echt een grote verhuizing doen. Maar ja, dan ben ik nog wel weer even moe. Want dan gaat de wekker waarschijnlijk om 7 uur. Want volgens mij is mijn waterregel om 8 uur. Maar dat moet ik nog eventjes helemaal... Dat hoor ik nog eventjes. Maar dat is voor nu even de planning. Ik ga mijn muziekje aankanalen. Dan ga ik eventjes een was aanzetten. En dan gaan we even wat doen. Zo, helemaal klaar. Ik ben het ook echt papzat weer. Nou ja, de kattenbakken zijn dus altijd wel standaard. Maar die, ja, die zijn lekker schoon. De gang ook helemaal. En toen ging ik in de douche, ging ik eerst de tegeltjes helemaal afnemen. Dat ging op zich wel. Alleen ik heb een beetje van die rare bochten bij mij in de douche zitten. En er lopen leidingen omdat ik natuurlijk daar een verwarming heb. Dus daar kom je niet zo makkelijk tussendoor. En ik moet mijn plafond een keer schilderen, want er zit allemaal schimmel op. En daar moet ik gewoon speciale verf voor hebben, want het schijnt dat je daar speciale schimmelverf voor moet hebben. Maar ja, volgens mij is die nog best wel aan de prijs. Dat moet ik maar een keertje gaan doen. Nou ja, toen had ik dat gedaan. Toen voelde ik mijn rug al heel erg, want ik moest steeds op de stoel en af de stoel. Want ik kan natuurlijk niet helemaal tot bovenaan, want zo lang ben ik ook niet. Nou ja, verder de hele douche toen verder schoongemaakt. Dus hij ruikt wel weer heel erg lekker fris. Echt lekker een zwembadgeurtje hangt hier weer. Daar word ik wel blij van. De was is wel opgevouwen, maar ligt nog niet in de kast. Daar had ik echt geen zin meer in. Ik had de trap al naar boven. Ik denk, nou weet je, morgen of donderdag doe ik het wel echt even in de kast. Want ja, ik was gewoon zat. Ik heb wel even dat nageltje bijgewerkt. Die chip is nu weg. En de katten hebben net gegeten en... Nu ga ik zo even lekker relaxen, want ik vind het mooi geweest. Straks douchen, eten, goede tijden vanavond en dan verslaafd. Wel weer heel interessant om naar te kijken. Dan heb je dat programma met Bo. Dat ga ik denk ik ook wel weer eventjes kijken. Kan ik daarna even het laatste stukje van Uitstel van Executie kijken. Hart van Nederland komt laat in verband met voetbal. En verder wil ik even de vlog afmaken en mijn foto's bewerken voor morgen, voor mijn artikel. En ik ga dikte kijken en ik denk dat ik vanavond verder ga met het Meisje van Plezier, want daar heb ik ook nog 9 afleveringen van. Dus ja, ik denk dat ik dat ga doen. Dus dat is het ook eigenlijk wel vrij basic. Nog wel even die was ophangen, want die zitten nu in de witte handdoeken, heb ik erin gedaan. Dus ik heb nu ook die poeder erin gedaan die ik bij Lidl had gekocht. Die soort van vanish, maar dan van het eigen merk. Dus ik ben wel benieuwd of dat nog verschil maakt in je handdoeken. Dus die heb ik even geprobeerd. En nou ja, dan moet dat nog even ophangen. Dat is het dan ook wel. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want ik ga verder niks meer doen. Ik ben eventjes op voor nu. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en vind je het leuk om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. Kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf door op de rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je ook een melding zodra er een videootje van mij online komt. Dus dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog als je dat wil. Vind ik altijd ook wel leuk om te zien of mensen deze video's echt waarderen. En dan hoop ik je gewoon bij de volgende video weer te zien. Doeg!